Hi, ik ben Wim Baljeu en ik ben weer helemaal, maar ook helemaal klaar voor een palm cooking. Urban craft, zoals dat we gewoon zijn. En ja, na de fantastische ervaringen met Louise van vorige week, heb ik weer de Max van de Madame naast mij. Ook een foodblogster, maar vooral ook misschien alweer net iets meer met dat eten bezig dan dat we de vorige keer gezien hebben. Elisabeth. Ook wel Elisabeth Catering, hè? Ik heb hier zo een camionet op ons nopperd zien staan. Ja, dat klopt. Voilà. Goed, ik ben heel erg benieuwd. Ik riek Oosterse invloeden. Ik heb familie die in Thailand woont. Ik heb ook een vader die een Thais restaurant heeft. Dus mijn halfbroer is Thais. En ik reis daar ontzettend graag naartoe. Niet alleen naar Thailand, ook naar het oosten. En ik probeer toch zoveel mogelijk invloeden in mijn eten daarvoor te gebruiken. Nee. We gaan beginnen met een dimsum. Dat is wel niet echt Thais, dat is meer Chinees. Maar het is ook oosters en gebruikt dus heel veel dezelfde ingrediënten. Ik heb daarvoor wontonvelletjes genomen. Dat is gewoon in de diepvries bij de Thaise winkel dat je kunt kopen. Dan was het er nog allemaal in. Gehakt, scampi, champignons en shiitakes. Kan ik iets doen voor u? Wel, we gaan dan shiitakes doen verzuipen? Ja. Dat zal ik doen al. Dat best. Oké. Dan is het eigenlijk heel gemakkelijk. Je moet dat eigenlijk gewoon allemaal samen in een kom doen. En dat moet lukken. Ja. Dan de sausjes. De sesamolie. Ja. Hoeveel wel doen de koffie die je probeert? Ongeveer. Dat is redelijk strak. Dus ja. Dan twee koffielepeltjes vissaus. Oké. Ik gebruik eigenlijk heel weinig zout in mijn eten. Alles is wel heel zout genoeg. Ja. Omdat je hebt vissaus en sojasaus die wij ontzettend veel gebruiken, en dat is eigenlijk al zout genoeg. Ja, dan oestersaus, misschien ook. Het is zo de grote Oosterse sausenshow. Ja, ik heb nog veel meer staan hoor, maar ik ben simpel. Ik doe er maar twee in. Oké, op uw risico. En dan nog zo'n goede scheut arachideolie. Ah, oké. Alright. En dan, dat kan al gemixt worden, want dan komt er nog lente-ei en champignon bij, maar dat gaan we gewoon fijn hakken. Ah, fijn, oké. Okay. Goed, en wel, wil ik mix, dan moet hij snijden. Dat is goed. Dat ziet er al een leuk papje uit. Dus we hebben de gehakt, scampi, al onze de grote sausenshow. Pijpajuin, en dan doet er nog wat gember? Een beetje gehakte gember, ja. Oké, voilà. Sure. Ik ga dat wel vrij fijn snijden, want als je zo'n dik stuk vindt, dan niet zo lekker. Oké, en dan die shiitakes, die mogen erop doen? Ja. En dan? Vullen? Ja. Goed. Oké. Oh, ik wil ook, als ik dat zie, begint dat te kriebelen. We hebben er genoeg. Oké, okay. En dan stomen? Ja. Hoe lang? Het water kookt wel nog niet helemaal. Maar normaal gezien, vanaf dat het water kookt, reken ik ongeveer 8 tot 10 minuten. Oké. Okay. Is dat net voldoende tijd om banken te drinken? Dat zal meer dan voldoende zijn. Hè. En dan sausjes voor de bij? Ja, en daarvoor heb ik een potje nodig. Een grote pot nemen, omdat het met bier is en dat schuimt nogal heel erg. Ah, okay. Ik ben wel benieuwd, want zo, ja, palm is niet zo direct hetgene dat je verwacht. Normaal gezien maak ik dat met azijn. En we hebben het dus met palm gedaan nu. En ik heb het al getest natuurlijk. Oké, en vanaf nu weet iedereen dipsaus met palm. En wel, het is bijzonder geslaagd. Vanaf nu hebben wij zelf in de catering vast de bier in de saus in plaats van azijn. Ja, maar ik denk dat het inderdaad zo, die bitterheid en dan toch een beetje het zuur. Ja. Ik vind het is lekkerder, het heeft veel meer smaak dan azijn. Wauw. Oké. Ja. Hoeveel mag erin? Iets van een 30 milliliter, dat is dus niet zoveel. Dat zal meer dan voldoende zijn. Ja. Ja. Suiker, omdat je eigenlijk een soort van stroop moet krijgen, dus dat moet zo licht karamelliseren. Dan chili doe ik erin, omdat het wel een chilisaus is. Ze moet daar nog een klein beetje fijn gehakte gember in. Dan nog 2 theelepeltjes vissaus. En dan nog voor extra zoet nog een beetje hembersiroop. Dan mag dat op het vuur. Oké.
En dat gaat enorm veel schuimen. Gaat dat schuimen? Ja, dat gaat schuimen. Je spreekt uit ondervinding. Ja. Ik ga iets pakken. Yes. Dat ruikt ook fantastisch. Zo. Man, man, man. Net echt. Ja. En dan, de chilipepers mogen er nog bij? Ja. Die hebben we niet meegekookt, dus iets minder straf. En dan nog een klein beetje fijn gesneden komkommers. Voilà. Ondertussen zullen de dimsums aan een 8 minuten zitten, zeker? Ja. Dan mag ik de eer en het genoegen hebben nu dimsums te gaan halen? Ja, hoor. Yay. De perfecte timing. Uw saus is klaar en mijn dimsums ook. Ja. Oké. Hoe stoer is dat? Als hapje geven we altijd zo een bordje met een beetje saus. Ja, in de zomer. Vooral als het zo warm meer is. Oké, ik zou zeggen, op uw gezondheid, op uw passie vooral. Ik vind het altijd... Ja, zeer, zeer boeiend om van uw passie werk te doen. Ik wil met u delen, hè. Het is niet meer te warm. Ik heb mijn stel gekregen, dus dat is goed, hè. Moet je dat nu dimsum of wonton noemen? Want wat is het verschil uiteindelijk? Dimsum is eigenlijk het algemene woord. Hè? Mm-hmm. Als je zegt dimsum, dan heb je eigenlijk ook tempuras bijvoorbeeld. Okay, dat is nu wel Japans, maar dat kan ook een dimsum zijn. Eigenlijk dat wij een amuse noemen, noemen we in toosten een dimsum. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk zijn dat wontons, maar is dat gewoon uit de grote groep. Zijn wontons uit de dimsum-familie? Voilà, dat is oké. Okay. We hebben weer iets bijgeleerd vandaag. Oké, okay, ik ga toch nog eentje nemen. Ja, wel. Oké. Verslavend. Mega lekker. Nee. Volgende week kom ik gewoon terug. Goed. Als dat een idee is. Ik breng de palm mee. Dan moet jij maar iets lekker maken. Ideaal. Oké. Smakelijk. Jij ook.